Hallo mijn fans! Omdat mijn vlog op YouTube en op Facebook zoveel succes hebt, daarom nu een nieuwe vlog die online komt op YouTube en Facebook. In deze vlog een Q&A waarin vragen van de fans werden gesteld aan Macho Man en waarop Macho Man antwoord gaat geven op deze vragen. Dit kwam tot stand omdat er een status werd geschreven een lange tijd geleden op mijn profiel en op mijn pagina, waarop ik dus jullie zei dat jullie vragen mochten stellen aan Macho Man en dat Macho Man antwoord zal geven. Eerste vraag. Macho Man, komt er een vervolg op je eerste succesvolle hit, De Schrik van Beelden? Antwoord? Dat kan alleen de toekomst zeggen. Dat weet ik dus nog niet. Sorry. Vraag 2. Geachte Macho Man, gebruik je drugs? Mijn antwoord daarop is, nee, ik gebruik geen drugs. Vraag 3. Macho Man, wie is je favoriete rapper? Mijn antwoord daarop is, Tourist Le MC, omdat ik ooit op hetzelfde podium heb gestaan als hem, in Münsterbilzen. Vraag 4. Macho Man, kan ik een shout-out krijgen? Komt er ooit een vervolghit over Niels Verhenne? Mijn antwoord hierop is, bij deze de shout-out voor Jarne Koeken. En komt er ooit een vervolghit over Niels Verhenne? Nee, helaas niet, want ik doe geen verzoekjes meer. Sorry. Vraag 5. Macho Man, alles goed? Mijn antwoord hierop. Met mij gaat alles goed, ja. Dank u. Vraag 6. Q&A vraag. Ga je ooit eens in Brugge optreden? Mijn antwoord. Ja, als ze mij daar vragen en als het haalbaar is met vervoer en zo. Zo, dit was mijn Q&A voor vandaag. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Als er nog vragen zijn, stuur ze mij op Facebook of op mijn pagina en dan worden die beantwoord in een volgende Q&A. Peace out, brothers. Macho Man!